Immens populair was hij, onder supporters en onder spelers. Oud-voorzitter Harry van Rij van PSV. Hij overleed op 84-jarige leeftijd. Onder leiding van Van Rij groeide PSV in de jaren 80 uit tot een Europese topclub. Tot vlak voor zijn dood was hij nog vaste bezoeker van wedstrijden. Ja, dat is bij letter F daar op de tribune. En hij zat dus niet op de tribune hier, maar daarboven achter het glas. Dat was en voor zijn eigen gesteldheid beter. En daar zaten alle wat prominenten bij elkaar, zijn eigen vaste groepje. Ja, en na afloop van de wedstrijd ging ik daar wel eens even heen qua belangstelling. Wijntje erbij, biertje erbij. Ja, en dan werd er echt geëvalueerd, kan ik je vertellen. En evalueren in de zin van goed en slecht werd op tafel gegooid. Dus daar heb ik nog wel wat herinneringen aan. Zat daar misschien wel de meest kritische supporter van PSV? Ja, maar in eerste instantie wel supporter. Dat moet ik wel eerlijk bij vertellen. Maar eigenlijk gaf hij de kritiek onder het mom van daar kan je wat mee doen. En jij spreekt wat mensen en breng het over. En dat heb ik ook wel eens gedaan. Met de dood van Van Rij is PSV een waar clubicoon kwijt. Van Rij was bestuurder, supporter en vooral vader van de club. Harry van Rij, zoon van een timmerman uit Haps en accountant bij Philips, groeide uit tot een van de meest iconische bestuurders van PSV. Misschien zelfs wel van het betaald voetbal in Nederland. Iedereen liep met hem weg. Iedereen heeft zijn warmte ervaren. Niemand had eigenlijk kritiek op hem als ik het hier binnen zag. Dus ja, daar kan je alleen maar in de schaduw staan. Dus daar weet ik mijn plaats wel. Hij organiseerde de club zo dat PSV kon schitteren. En dat deed het. 4 landstitels, de beker en 5 supercups won PSV. Van Rij bond grote namen en eigenzinnige persoonlijkheden aan de club. Speler Cocu, trainer Hiddink voor een tweede termijn. En hij haalde wereldsterren Romario en Ronaldo naar Eindhoven. Van Rij afdoen enkel op het successenlijstje doet hem tekort. Hij verbouwde de club, het stadion, maar ook de organisatie. Achter de schermen kon hij bikkelhard zijn, weet ook vriend en oud-collega Kees Ploegsma. Als hij kwaad werd, dan kon je maar beter even een blokje omgaan of even terugtrekken. Want dan kon je pittig uit de hoek komen. Van Rij was vooral een man van de club. Geen ijzige bestuurder op afstand, maar dichtbij. Geliefd in alle lagen. Verhield zich goed tot sponsoren, eigenzinnige spelers en supporters. Nou, als je al die mensen en al die blije supporters ziet, dan voelt het een verjaardag waar heel veel mensen op bezoek zijn geweest. Vandaag stromen de reacties op zijn overlijden dan ook binnen. Mark van Bommel, Berry van Aarle en Guus Hiddink. Harry was altijd welkom en die ging met ons lunchen en sprak met alles en iedereen. En niet alleen met de mensen, de belangrijke mensen, zeg maar, de belangrijke spelers. Maar had ook gewoon een warm oor voor de man die de kroketten bakte, bij wijze van spreken. En dan is er ook nog dit. Maar waar zijn die 12 miljoen dan? Weg. Van Rij's bekendheid groeide nog meer door de imitaties van Erik van Muiswinkel. Overigens kon hij er zelf ook om lachen. Desnoods kopen ze allebei. De laatste jaren verdween Van Rij uit de schijnwerpers, maar nooit buiten beeld. Hij was tot aan zijn dood te vinden. Als erelid, icoon en vooral supporter op de tribunes van PSV.